Kwantitatieve variabelen die zijn meetbaar. En daarbij is het bijvoorbeeld mogelijk om een boxplot te tekenen, omdat ik bijvoorbeeld Q1, Q2, Q3 enzovoorts kan uitrekenen. Nou, je kunt dan twee associatiematen gebruiken, boxplot of de effectgrootte. En ik ga beginnen met de boxplot. We moeten er drie situaties onderscheiden. De eerste situatie is als volgt. Stel, de boxen die overlappen niet. Dan kun je direct concluderen dat je een groot verschil hebt. Dit vind je ook al bij het formuleblad. En dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan deze situatie. Stel, ik teken hier een boxplot en ik teken daaronder ook een boxplot. En je ziet, de boxen die overlappen elkaar helemaal niet. Dan heb je te maken met een groot verschil. Dat is ook wel logisch, hè? Dat noemen we een groot verschil, omdat die boxen natuurlijk nog niet eens overlappen. De volgende situatie dat is, de boxen die overlappen wel. Nou, dan moet er ook nog iets gelden en één of beide medianen die vallen buiten de andere box. Op het moment dat dit zo is, dan noemen we het verschil middelmatig. Ik zal dit even omkaderen, want dit staat er bij het formuleblad niet bij, dus dat moet je eigenlijk zelf bedenken, maar dat klinkt ook wel logisch. Dus als één mediaan buiten de andere box ligt, of als beide medianen buiten de andere box ligt, maar er is wel overlap, dan noemen we het verschil middelmatig. Dan moet je dus denken aan dit soort situaties. Ik teken hier ook weer een box. Nou, hier zit de eerste mediaan. Nou, dus de boxen overlappen hier bijvoorbeeld wel. En je ziet dat beide medianen buiten de andere box vallen. Hoe zie je dat? Nou, als ik deze mediaan doorstippel, die valt niet in de bovenste box. En de mediaan van de bovenste box, die valt niet in de onderste box. Dus dit is zo'n situatie die daaraan voldoet. Nou, wat je ook zou kunnen hebben is, stel deze mediaan, die lag hier. Nou, dan valt één mediaan in die box, maar de andere ligt nog steeds erbuiten. Dus dan heb je ook een situatie dat het middelmatig is. En je hebt ook nog de derde variant. Nou, ik schrijf er even die streepjes, want het begint wel met dezelfde regel. De boxen die overlappen elkaar wel. En beide medianen die vallen binnen de andere box. Dus hier was het buiten, hier liggen ze er allebei binnen. Nou, in die situatie noem ik het verschil gering. En dan moet je denken aan deze situatie. Ik teken hier een box, hier ligt de mediaan. Nou, dan teken ik hier de andere box, daar ligt hier de mediaan. Dit is een situatie waarbij beide medianen in de andere box vallen. Nou, dus de boxen overlappen en beide medianen vallen erin en dan noemen we het verschil gering. Bij die eerste situatie is één regel voldoende. Hier kun je gewoon zeggen de boxen overlappen elkaar niet, dus het verschil is groot. Bij die andere situaties moet je altijd twee dingen opschrijven. Je moet bij situatie 2 en bij situatie 3 sowieso beginnen met de boxen die overlappen wel. En daarna moet je nog iets opschrijven over beide medianen vallen erbuiten of erbinnen enzovoorts. En dan, daarvan kun je concluderen middelmatig of gering. Dus zo werkt dat bij boxplotten. Hoe werkt de effectgrootte? Ik zal even een voorbeeldsituatie tekenen. Stel je hebt hier het eerste kind, hier het tweede kind. En er is een gemiddel van gegeven en de standaardafwijking gegeven ten opzichte van het geboortegewicht. Bij het eerste kind was dat 3507 gram. Bij het tweede kind was dat 3667 gram. Hier is de standaardafwijking 383. Hier is de standaardafwijking 415. Nou, je kunt nu herkennen, gemiddelde en standaardafwijking, dat zijn kwantitatieve gegevens. Dan weet je dus sowieso dat de phi-coëfficiënt en max-VCP afvalt, want dat had ik bij nominale en ordinale variabelen. En sowieso als je gemiddeldes en standaardafwijking gegeven krijgt, denk dan gewoon aan deze formule, want x1 met een streep erboven, dat is het gemiddelde van de eerste variabele, en s1, dat is de standaardafwijking van de eerste variabele. En die formule vind je ook gewoon weer op het formuleblad. Nou, dan kan ik hier de effectgrootte bij gaan uitrekenen. Even goed erop letten, bij het formuleblad staat ook het gemiddelde van de eerste. Die moet altijd groter zijn dan het gemiddelde van de tweede. Op je formuleblad staat x1. Een streep erboven moet groter of gelijk zijn aan x2 met een streep erboven. Je moet dus eigenlijk altijd met het grootste getal beginnen, tenzij ze even groot zijn. Dan maakt het niet uit. Nou, ik begin hier met het grootste gemiddelde, dat is 3667.
min 3507. En dat doe ik delen door een half keer de standaardafwijkingen. En die moet ik bij elkaar optellen. Ik zou gewoon dezelfde volgorde aanhouden. Die 415 die hoort bij die 3667. Nou, dan doe ik hier 383. En als ik dat uitreken, kom ik uit op 0,401 enzovoort. Nou, dit is een situatie waarbij duidelijk wordt dat je de conclusie moet baseren op het onafgeronde getal. He, want stel je doet het hier afronden. Nou, doe het expres even het rood, dan kom je hier op 0,40 uit. En op het formuleblad, he, daar vind je de volgende zaken. Op het moment, dat de effectgrootte kleiner of gelijk is aan 0,4, dan noem je het verschil gering. Op het moment dat het tussen de 0,4 en de 0,8 in ligt, dan is het verschil middelmatig. En op het moment dat de effectgrootte groter is dan 0,8, dan noemen we het verschil groot. Op het moment dat je gaat afronden, dan zou je deze conclusie geven. Want kleiner of gelijk aan 0,4, dus het verschil is gering. Maar dat is fout. De conclusie moet hier zijn, die 0,401, die zit tussen de 0,4 en de 0,8 in. Dus je moet hier opschrijven, omdat 0,4 kleiner is dan de effectgrootte, kleiner gelijk aan 0,8, is het verschil middelmatig. Dus dit moet hier de conclusie zijn. Dus ik laat het hier altijd zo staan met van die drie puntjes, omdat je je conclusie ook altijd moet baseren op het onafgeronde getal. En staat er dat je het wel moet afronden, nou, dan kun je het afronden, maar weet dat je dan de conclusie nog steeds moet geven op basis van het onafgeronde getal. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.